Dat was Rowan Hezen met Ballades en Bier. Nou uh, lijkt het wel, je had het net over die sollicitatieprocedures... dat die uh, geautomatiseerd worden zou je bijna kunnen zeggen. En hoe zit dat? Ja, nou met name de grotere uh, organisaties hebben dat op dit moment al... als je op hun website komt, je wilt naar een vacature dan krijg je een aantal vragen, je krijgt een tiental vragen, en die dienen al als uh, voorportaal. Als je die tien vragen niet op de juiste manier uh, beantwoordt, dan kan je niet eens solliciteren. Dus dat is één. Dus uh, dat, dat is een soort van trechter van wie wil je ons werken? Nou, we willen natuurlijk ook maar bepaalde mensen in dienst hebben. Die is uh, een soort van voorassessment. Mm -hmm. nou, dan kom je bij een, uh, uh, dan kom je binnen, zeg maar. Dan uh, maar nou, dat is wel weer leuk dan, hè? Want dan hoef je uh, wel je cv moet je inleveren, maar tegenwoordig een motivatiebrief, ja, die leest eigenlijk niemand. En uh, uh, alle mensen die daarop zitten te dus zweten, ja, dat is, dat is gewoon heel erg jammer, want ja, je zet daar dus eigenlijk gewoon alleen maar een aantal uh, nou, sociaal wenselijke uh, termen in. Ja, wat en, ze willen en, horen, dat schrijf je. Ja, en, en je wordt geleerd van, ja. oh, je moet die termen, je moet termen uit de advertentie nemen en die in je sollicitatiebrief schrijven. Iedereen weet dat intussen. En een motivatiebrief, uh, uh, weet je, mensen die willen gewoon lekker aan de gang ergens werken. En of, of ik nou bij uh, bedrijf A of bedrijf B werk. Ik vul zelf wel in of, of, of ik daar iets van ga maken. Ja. Nou, dat is een van de dingen die nu uh, ja, die groot worden. Dat wordt steeds groter. Dat betekent wel dat je uiteindelijk uh, 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 pas gesprekken voert met mensen die uh, nou ja, in, in ieder geval die eerste ja, hindernis al hebben genomen. Uh, dat betekent dat die, die, de kwaliteit van die gesprekken veel beter kan zijn. Dat is echt heel mooi. Ja. Maar je valt ja, met puntensystemen en zo, val je sowieso al. Uh, uh, af als je niet perfect in het plaatje past van een organisatie. Ja, ik wil niet... Terwijl perfect, het, het, maar... Ja, het, terwijl ook... Uh, je komt helemaal niet toe aan de karakter van iemand en hoe iemand is en zou kunnen passen in een organisatie. Dat komt dan niet aan de orde. Dat... Nou, ja, ja, dat is niet helemaal waar. Want bij die tien vragen zitten dat soort. Daar, daar, daar zitten dat soort criteria in verweven. Ja, ja. Dus het gaat niet alleen van, uh, heb je je HMO-diploma wel gehaald of heb je wel de zogenaamde vijf jaar benodigde ervaring enzovoorts. Nee, 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 het gaat veel verder. Het gaat ja, veel verder. Okay. Die gaan dus ook ver, verder op persoonlijkheid. Ja. En um, jij bouwt ook van dit soort zaken voor klanten? Ik bouw, nee, kon ik ze maar bouwen. <laughs> <laughs> nou ja, maar ik bedoel, de, de vragen uh, om zeg maar die eerste trechter op te zijn. Ja. Ja, daar niet, help jij ja, mee. Ja, daar kan ik bij helpen. Maar er ja. zijn mensen die dat veel beter en veel, uh, kunnen en daar veel gekwalificeerder voor zijn. Oké, okay, nou interessant. We gaan luisteren naar een prachtig nummer van Leonard Cohen: Leaving the Table.